Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een kleine AliExpress shopbag, omdat ik ervan overtuigd ben dat jullie deze heel graag zien voorbij komen. Ik heb niet super veel gekocht op AliExpress, maar ik heb toch een aantal pakketjes die ik ga tonen aan jullie. Allereerst deze prijsbal. Het is een roze met witte prijsbal en ik had heel graag een bad video gemaakt met allerlei bruisballen van AliExpress. Daarom deze. Er zit zo'n lief kaartje bij, dus altijd wel tof. Het is een klein beetje Google Translated, denk ik, maar het is gebaar die telt natuurlijk. In een vlogvideo had ik deze al laten zien. Dit is een cameratasje voor deze vlog. Camera, aangezien dat hij voorlopig als hij het zo mee ging, echt super handig. De reden waarom ik deze in mijn vlog al getoond heb, is omdat ik hem meenam naar Bulgarije. En dat was echt wel heel erg fijn om mee te doen. Ik moet toegeven dat ik hem niet altijd in mijn tasje heb gedaan, aangezien hij de meeste van de tijd ook al in mijn cameratas zat. Mijn grote cameratas dan. Toch heel erg goed qua bescherming en pakt niet zoveel extra plaats in. Een volgende pakje. Sorry voor het feit dat ik een beetje verkouden klink, maar ik ben al een week super verkouden. Omdat ik mijn spiegelreflexcamera ook gewoon af en toe eens in mijn rugzak wil steken. Zonder dat het daarvoor in mijn cameratas zit, heb ik deze gekocht. Dit ziet er een klein beetje uit als een zadelhoes, maar zou eigenlijk een tas moeten zijn van foam om mijn spiegelreflexcamera in te steken. En ik hoop zo hard dat hij werkt, want daardoor zou ik hem ook in mijn gewone rugzak kunnen steken. En dat is echt super handig. En een klein hoesje voor deze camera is het roze. En ik hoop dat hij goed zal zitten. Maar het lijkt me leuk om mijn camera iets meer te beschermen. En ook nog eens te personaliseren, aangezien ik de Canon G7X heb als vlogcamera en dat die wel redelijk populair is onder vloggers. Mijn laatste pakje alweer. Oeh ja, dit zijn twee vleugels. Die ik kocht voor mijn DJI Mavic Pro. Voor mijn drone dus. Ik hoop dat ze erop werken. En anders heb ik niet zo heel veel geld gespeeld, want hier in België zijn die zeer duur. Je kan die kopen voor iets van 4 euro op de website van DJI. Maar je betaalt zoveel verzending dat ze eigenlijk uitkomen op iets van 20 euro voor twee van die vleugels. En op bol.com betaal je ongeveer evenveel. Dus we zullen zien of dat ze werken. En anders... Ach ja. Zo, dit was het dan voor deze shoplog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je meer shoplogs wil zien. Ik laat jullie ook even hieronder weten waar ik wat allemaal heb besteld. Mijn linkjes en zo, als ze nog online staan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels! Het werkt er gewoon op. Ik ga het even laten zien via mijn gsm. Oké, dat er siliconen in zitten. Kun je het zien? Ik echt een heel... Ah, het is leuk. Iets.